Oké. Okay. Richard, ook welkom voor de camera van SW Nieuwkoop TV, zoals we dat sinds korte tijd hebben. En wat we ook sinds korte tijd hebben, is jouw persoontje op de duo-voorzittersstoel sinds een paar dagen. Nou, dat moet een bijzonder gevoel zijn. Ja, dat is een bijzonder gevoel, John. Een club waar je al heel lang rondloopt, in allerlei gedaanten en zelf als speler. En dan uiteindelijk iets wat in heel veel jaren mooi is opgebouwd, kunnen overpakken. Ja, dat voelt enorm goed, absoluut. Een warm bad zou ik je eigenlijk willen aanpraten, maar is dat ook zo? Nou, het is een warm bad in de zin van dat wij zijn een vereniging. Het woord vereniging zegt ook dat we het met elkaar moeten doen. Ik denk dat deze club altijd groot gemaakt heeft. We zijn een aantal jaren geleden een andere weg ingeslagen. En daar zie je, daar plukken we nu de vruchten van. Maar het is niet alleen maar een warm bad, want het is uiteindelijk ook inmiddels door de omvang van de club en alles wat we hier hebben staan, ook wel een klein bedrijfje geworden. En die twee werelden blijven combineren, dat vind ik een mooie uitdaging. Maar het is niet alleen maar een warm bad, maar het moet wel zo blijven voelen. Kijk, dat is al een hele mooie omschrijving. Hè? Bedrijfsmatige aanpak, maar dan een warm bad blijven voelen. Omdat het toch ook die vereniging is waar je toch te maken hebt met mensen. Mag ik het zo vrij vertalen? Ja, ik denk als we vanmorgen was ik hier heel vroeg en natuurlijk slecht weer geweest. Dan zie je de activiteit en dan zie je Haasvoorde al heel vroeg op pad om het veld bladen vrij te maken met onze nieuwe bladzuiver. Ja, dat zijn natuurlijk momenten waar je ziet van daar wordt de klop eigenlijk mee gemaakt. Want het moet wel gebeuren. Het moet wel gebeuren, absoluut. Ja. Nou, mooie taak. Ook een mooie verantwoordelijke taak. Maar dat is op jouw schouders wel goed terechtgekomen. Nog even naar vanmiddag toe, want we zitten tenslotte ook op zondagmiddag. Ja. En na te genieten van een overwinning van het eerste team. Na 9 wedstrijden opnieuw een overwinning. Nu tegen de laatst geplaatste blauw-zwart. Een 2-0 overwinning. Ja, wat zullen we daar nog van zeggen? Hoe heb jij dat beleefd? Ja, ik kijk daar ook naar als speler natuurlijk. En ik zie gewoon dat je eigenlijk in zo'n wedstrijd niks weggeeft. Ik denk dat het absoluut ook heel belangrijk is om vast te stellen. Maar je speelt niet het beste voetbal. Je speelt tegen een van de laagst geclasseerde ploegen. Dat betekent dat de mentaliteit, of in ieder geval het mindset toch is van het gaat misschien een makkelijke middag worden. Dat zie je toch in het begin zeker terug. En tempo is wat lager. Er wordt misschien iets meer bal vastgehouden en dan laten rondgaan. Dus dat zijn wel de kanttekeningen. Maar aan de andere kant moet je denk ik positief vaststellen. Je pakt weer 3 punten. En je geeft niks weg. Nou, dat is heel belangrijk. Dus kortom, er zit hier een tevreden voorzitter. Ja, we zijn sowieso tevreden hoe het gegaan is in de derde klas. Je mag absoluut alleen maar je handen dichtknijpen. Groot compliment naar de spelers en de technische staf. Maar je hebt een enorme stap voorwaarts gezet. En uitbouw, dat is eigenlijk heel belangrijk nu. En wat de club ook wel goed stemt, denk ik. Maar laat ik dan maar eens even namens de club gaan spreken. Dat we nu getroffen hebben. Dat we wederom een voorzitter hebben met verstand van voetbal. Dankjewel. Nou, dankjewel, John.